Moeilijk te zeggen wat mij het meest stress heeft bezorgd. De slaging destijds voor mijn examen als bibliothecaris of 50 jaar later een onvoldoende te behalen voor mijn mini mental state examination. De laatste, maar misschien wel moeilijkste horde die ik te nemen had. Want hoe, allemachtig, zou ik de wetenschap kunnen beliegen? Wel, dat kon ik makkelijker dan ik ook maar voor mogelijk had gehouden. Doodgewoon omdat die wetenschap vooralsnog niet ver genoeg stond. Mijn vrouw had erop aangestuurd het onderzoek iets ingenieuzer te laten verlopen dan voorlopig het geval was geweest. Een hersenscan leek haar wel een minimum. Maar, zo verzekerde de arts, een scan bracht veel, maar nooit dementie aan het licht. Tumoren, een trombose of hypothyreoïdie, ja, daar waren scans uitermate nuttig voor. Maar iets als Alzheimer bleef onzichtbaar voor de medische radaren. Het hielp dat die dame het woord hypothyreoïdie liet vallen. Zo niet had Monique helemaal het mens haar deskundigheid in twijfel getrokken en geëist dat zij haar diploma toonde te bewijzen van zoiets als een opleiding. Niettemin had ze toch geen litertje bloed kunnen afnemen om een laboratorium uitsluitsel te laten geven, een stukje vlees uit mijn bil laten nemen voor onder de microscoop. Mogelijk dat wij morgen of overmorgen meer kunnen dan vandaag, mevrouw. Er wordt aan gewerkt. Maar nog met een bloedonderzoek, nog met radiologie, kunnen wij vandaag de diagnose zuiver stellen. Het enige wat ons voorlopig ter beschikking staat, is deze MMSE-score. Dit verkleuterd examen, wil je zeggen? Als u dat zo wilt zien... Verkleuterd kon je dat examen inderdaad wel noemen. Ik had een paar onnozele vraagjes moeten beantwoorden. Zagen welke datum het was, in welk seizoen wij ons bevonden, in welk land en in welke stad. Vervolgens had ik gedurende enkele minuten een paar knullige woorden moeten onthouden, namelijk boom, wortel en lamp. Zij formuleerde een weinig fraai in elkaar gekunstelde zin die ik moest herhalen, liet mij het woord vorst achterstevoren spellen. Eén opdracht liet ze mij van een blad aflezen en deze bestond eruit dat ik een papiertje moest vouwen en onder mijn stoelpoot schuiven. Waarlijk. Sommige van die proeven waren zo weinig eisend van een wezen dat zichzelf roemde om zijn 1,5 kilo hersenderrie, dat ik het er nauwernood aandurfde om alles foutief te beantwoorden of uit te voeren. Ik moest waakzaam blijven en mij niet verraden door een buitenproportionele achterlijkheidsscore na te streven. Alleen bij de laatste opdracht, waarbij ik 2 in elkaar hakende 5 hoeken moest natekenen, moest ik mijzelf erop betrappen zulks oprecht moeilijk te vinden. Mijn eindscore was 17 op 30. Zie je wel? Hij is geslaagd! Mijn vrouw, op een toon die bij ons thuis allang deel uitmaakt van het sonore meubilair, samen met het snorren van de koelkast. Nu ja, geslaagd. Het is te zeggen, mevrouw, 17 op 30 is inderdaad meer dan de helft. Zij het dan ook niet veel meer. Maar helaas, voor uw man ging het hem hier niet om een universitair toelatingsexamen. Het betekent deze score eigenlijk dat de intellectuele functies van meneer al stevig afgesleten zijn. In feite kan ik weinig anders adviseren dan opname in een gespecialiseerd tehuis. En wel zo snel mogelijk. Ik lachte vriendelijk naar de dokteres, naar ik hoopte met fonkeloogjes. Kon ze maar vatten hoe gelukkig haar diagnose mij maakte.